duidelijk is dat de Rinus Michels Award naar Arne Slot gaat. Arne, van harte gefeliciteerd voor de tweede maal op rij de Rinus Michels Award voor beste trainer. Wat doet deze erkenning met jou? Ja, dit is altijd mooi. Eerst als je genomineerd wordt en als dan vervolgens de collega's je kiezen. Terwijl er ook een aantal andere collega's genomineerd zijn die ook hele bijzondere prestaties hebben geleverd, dan is dat hartstikke mooi. Tegelijkertijd is het niet een prijs die ik zou willen vergelijken met de prijs die we een paar weken geleden wonnen. Want die schaal die had in ieder geval voor mij nog wel heel veel meerwaarde. Ja, het mogen duidelijk zijn dat jullie een schitterende prestatie met elkaar hebben neergezet afgelopen seizoen. Is er een onderdeel wat jou persoonlijk het meest trots maakt? Bijvoorbeeld het teamgevoel met zoveel nieuwe spelers of het spel? Ik denk dat ik beide moet zeggen. Want volgens mij heb je als trainer, het is best een complex vak. We moeten het niet te complex maken. Maar wat complex is dat je met mensen om moet gaan. Om het beste uit die mensen te halen. En wat complex is dat je de manier van spelen moet vinden. Die je zelf leuk vindt en goed vindt en denkt succesvol mee te kunnen zijn. Maar waar je een spelersgroep ook van moet overtuigen en mee aan de slag moet. Nou, die twee componenten zijn denk ik dit jaar heel goed gelukt. Mede omdat ik kan beschikken over een geweldige staf. Dus ons programma bij Feyenoord is heel goed. We hebben een hele goede staf. En daar zijn we al 2 jaar best wel succesvol mee. En daarom zijn we denk ik ook zo aantrekkelijk voor heel veel spelers. Omdat spelers ook zien dat ze in ons programma bij de club Feyenoord zich geweldig kunnen ontwikkelen. En in de tussentijd zelfs nog een Europese finale kunnen spelen en het landskampioenschap kunnen winnen. De naamgever van deze award, Rinus Michels, is natuurlijk een grootheid in het Nederlands voetbal. Heeft hij jou op een of andere manier ook geïnspireerd als trainer? Nou, ik ben wel van de generatie dat ik 10 jaar oud was, dat in 88 wij de Europese kampioen werden. Maar ondanks dat veel mensen met wie ik gewerkt heb zeggen dat ik al heel vroeg trainer was, was ik dat nog niet op mijn 10e. Dus toen heeft hij me vooral geïnspireerd met hoe mooi het is dat het Nederlands elftal een prijs wint. En hoe jammer het is dat ons dat al zoveel jaren niet gelukt is. Kijk, als je kijkt naar het spel, dan zou je moeten beoordelen of mensen die mij dan weer geïnspireerd hebben, ook geïnspireerd zijn door Rinus Michels. En dat zijn mensen als Johan Cruijff, Guardiola is natuurlijk veel over gezegd. Die altijd wel refereert aan Cruijff. En ik weet het niet, want ik heb helaas Johan Cruijff nooit mogen ontmoeten. Maar het is niet uit te sluiten dat hij ook weer geïnspireerd is door Rinus Michels. Voorafgaand aan de uitreiking waren er ook presentaties over de complexiteit van het trainersvak door Dirk Kuyt en je oude trainer Henk de Katen. Heb je hier voor jezelf ook nog iets uit kunnen halen? Nou, het is denk ik altijd heel leuk om in dit geval iets eerst van Dirk te horen hoe hij het allemaal ervaren heeft. En er zaten best wel overlappingen tussen. Hè. Er was voor hem een heel onrustig begin bij ADO omdat er geen directie was. Nou, 1-op-1 zou je het bijna ook op Feyenoord kunnen leggen in mijn periode. Omdat al vrij vroeg Mark Hoevermans vertrok. En in de afgelopen zomer helaas Frank Arnezen door gezondheid niet meer verder kon. Maar de situatie van Dirk was wel een stukje extremer, moet ik zeggen. Maar ja, wat ik er elke keer weer uithaal, en ik vond ook dat Henk ten Katen dat volgens mij daarna ook zei. Van ja, in al die complexiteit behoud gewoon de kern. Namelijk je elftal. Hoe ga je daarmee om? Hoe wil je die laten spelen? Want dat is namelijk ook al ontzettend complex om dat goed te doen. En al die randvoorwaarden die op cursussen best veel besproken worden en over gesproken worden, dat je die goed op orde moet hebben. Daar hou ik me eigenlijk heel erg weinig mee bezig. We staan aan de vooravond van een nieuw seizoen. Maar allereerst, je komt net van het vliegveld, hoor ik net. Hoe was je vakantie? Ik heb een hele mooie vakantie gehad. Heerlijk ontspannen. Tegelijkertijd zeg ik altijd dat deze periode heel belangrijk is voor een club voor toekomstig succes. Dus het is niet zo dat je op vakantie bent en een telefoon uitzet. Ik althans niet. Dus ik heb veel contact met Dennis gehad. Maar tegelijkertijd heb ik ook echt wel kunnen ontspannen. Veel meer dan vorig jaar. Toen we natuurlijk in een situatie zaten dat er 15 spelers weggingen. Nou, die extremiteit zal dit jaar niet aan de orde zijn. De eerste training staat voor de deur. De eerste versterkingen zijn binnen. Afscheid is er genomen van onder andere Orkun. Met welk gevoel ga jij komend seizoen in? Nou, met een heel goed gevoel. Alleen met een goed gevoel win je niks of zal het niet goed gaan. Dus we zullen weer met z'n allen keihard moeten werken. En we zullen ook moeten zorgen dat er weer een competitief hele sterke selectie staat. Nou, Orkun's vertrek hebben we gelukkig al met Rami Sarouki en Thomas van der Belt in een eerder stadium ook op kunnen vangen. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij nog wel graag ons willen versterken. Maar dat zou gek zijn als het,
eind juni is. En je zou dat al niet meer willen. Dat gebeurt nergens in de wereld. En dus ook niet bij ons. Maar we zijn al super tevreden met de groep die we hebben. En we beginnen eerst zonder international. Dan vrij snel sluiten die aan. En dan zal iedereen weer moeten beseffen waarom we vorig seizoen zo succesvol geweest zijn. Dat is ook omdat we harder hebben gewerkt dan elke andere ploeg in de competitie. Ja, de lat die ligt ongelooflijk hoog uiteraard. Marino zei laatst al in de podcast van Alex Pastoor. Succes behalen is één ding, maar behouden is misschien nog wel veel moeilijker. Voel jij persoonlijk die druk? Nou, die druk voel je altijd als je bij een topclub werkt. En dat is Feyenoord. Dus altijd, wat vind je succes? Hè? Was een Conference League finale, was dat succes? Of omdat je dan de finale verliest, is het dat dan niet? Dus dat hebben we vorig jaar ook al een klein beetje met het beltje gehakt. Het verschil is alleen dat iedereen toen wegging. Dan begin je met een nieuwe groep, waarin in ieder geval in de groep bijna niemand nog succesvol geweest is. Nu hebben ze iets gepresteerd en ik heb wel ook nog bij een trainer mijn oor te luisteren gelegd die bekend staat om niet één keer iets te winnen, maar vaker iets te winnen. En wat hij dan anders doet dan trainers die hij in zijn voetbalcarrière gehad heeft nadat hij een kampioenschap had gewonnen. Dus die lessen heb ik in ieder geval tot me genomen en die zou ik me zo eens toe kunnen passen.